De Franse douane heeft 492 kilogram cocaïne in beslag genomen in een bakoven container uit Suriname. De drugs zaten verborgen in de metalen vloer van de container. De ontdekking is gedaan tijdens een inspectie van de container die via Guadeloupe kwam. Het Franse ministerie van Overheidsmaatregelen en Overheidsrekeningen Douane heeft de bekendmaking vandaag gedaan. Minister Gérald Darmanin zei dat het gaat om een straatwaarde van 40 miljoen euro. De metalen vloer is opengesneden met een cirkelzaag, de drugs is op 29 april onderschept, de autoriteiten zijn nog bezig met het onderzoek. De Amerikaanse kustwacht heeft in dezelfde maand cocaïne en marihuana onderschept voor de kusten van Mexico, Midden- en Zuid-Amerika. De waarde van die vangsten wordt geschat op 62,5 miljoen Amerikaanse dollar. De Franse ambassadeur in Paramaribo, Antoine Joly, heeft eerder deze maand aan Star News meegedeeld dat zijn land last heeft van drugsexport uit Suriname. Behalve via zee is het transport via land ook toegenomen. De Fransen hebben hulp aangeboden om de douane te versterken. De Europese Unie, EU, zou dit mogelijk kunnen financieren vanuit het Seaport Cooperation Project, zegt Joly. Dit programma focust op versterking van de capaciteit en samenwerking tegen de maritieme handel in landen langs de transatlantische cocaïneroute.